Dit is Business Club Radio. Voor ICT Valley en Food Valley. Voor ondernemers en bestuurders. En vanavond met Bert Zeg, directeur van Celro uit Veenendaal. Goedenavond, dames en heren. Weer een uitzending van Business Club Radio, waarin wij iedere week een gast hebben. Een ondernemer of een bestuurder uit de regio Zuidelijke Food Valley. Zeg maar Veenendaal, Ede, Rhenen en Wageningen. Vanavond is mijn gast Bert Zeg. Hij is directeur van een prachtig bedrijf in Veenendaal. Ik hou van techniek en daar kan ik hier vanavond mijn vingers bij aflekken. Bert, kun jij jezelf eens even voorstellen? Wie ben jij en wat heb jij tot dit bedrijf gedaan allemaal? Oké. Mijn naam is Bert Zeg. Ik woon in Woudenberg. En geboren in Woudenberg. Op een gegeven moment ben ik begonnen op de MAVO. Ik denk, nou ja, dat is helemaal niets. Al die theorieën vonden me niets. Geschiedenis niets. Dus ik ben op een gegeven moment naar de MTS gegaan. En daar was techniek. En techniek, dat trok mij. Ja. Ik ben begonnen in de werkstukkunde. Ik denk, nou, dat is allemaal metaal. Dat is precies waar ik wel in thuis hoor. Dat lijkt me wel. Mm-hmm. Maar de elektronica erbij, die trok mij ook. Dus op een gegeven moment, ik ben verder gegaan in de HTS... Oh. Oud-Noord in Utrecht. En daar de twee richtingen gevolgd. Zowel van de combinatie werktuigbouwkunde met de elektrotechniek en de ICT-afdeling. Om machines te kunnen besturen en daar te leren wat kun je doen met elektronica. Dus dat is mijn leven geweest. Daarna ben ik begonnen in een heel groot bedrijf, in een groot concern. Om daar zeg maar langzaam te starten. Eerst het bedrijf te besturen. Dan langzaam op te trekken naar de directie toe om daar bedrijven vorm te geven. En nieuwe ideeën van de bedrijven vorm te geven in nieuwe bedrijven op te zetten. En dat heb ik zo'n 30 jaar gedaan. Om dat zo te besturen. Dat was allemaal in Nederland? Het was allemaal in Nederland. Het bedrijf was wel internationaal. Dus wij zaten heel veel in het buitenland. Heel veel Amerika, Australië, Japan. Ja. Dus internationaal waren de bedrijven gevestigd, ook zo in Brazilië, Argentinië. Zo. Daar heb ik dus meerdere jaren vertoefd om daar de bedrijven op te zetten, want wij leverden internationaal onze producten. Wat voor producten waren dat? Dat waren producten om het kipje kaal te maken en te verwerken tot een mooi eindproductje of een tv-stickje, drumstickje, gegaard of niet gegaard. En dat voor elkaar te maken in de slachtindustrie. Kijk, een beetje de Boksmeerse regio. De Boksmeerse regio, daarnaast een hele tijd ook in de Boksmeerse regio gezeten. Ja. Om daar de textieldrukmachines, die ook gingen veranderen van massa textiel naar kleinere series in textiel, om die machines vorm te geven naar de nieuwe industrie toe. En daar blijft ontwikkelingen blijven gewoon bezig. En toen kwam je Celro tegen? Toen kwam op een gegeven moment vanuit de grote divisie kwam ik Celro tegen. Dit bedrijf deed heel veel aan projecten en op een gegeven moment de eigenaar had een idee om het bedrijf op te vormen. En die kende ik heel goed. Dus om zeg maar, dingen te doen om het bedrijf op een andere manier aan te sturen. En te zorgen dat het bedrijf gestructureerd werd, opnieuw de producten erin zet en kon leveren in de wereld. Nou, we gaan daar zo meteen wat meer over horen. Maar eerst beginnen we met een heel toepasselijk nummer. Hier komt Alan Parsons Project met iRobot.